Jij verdient een bloemetje. Oh, oké. Okay. Later. Bram, take it away. De inflatie is sinds 1982 niet meer zo hoog geweest. De prijzen van zowel benzine, gas, kleding en eten stijgen de pan uit. Ja, met ruim 5%. Dat klopt. Ja, in november inderdaad. Maar goed, wij dachten daarom voor deze kerstspecial laten we gewoon weer een ouderwetse gulle gasten doen en mensen een beetje blij maken. Ja, we gaan gewoon even ouderwets feel good. Beetje mix tussen John Williams en Robert ten Brink zijn wij, maar dan op YouTube. Een soort van de Mr. Beast, maar dan zonder geld. De man die dezelfde jas heeft als jij, die verdient wel, ja toch? Ja. Wil ik hem graag afrekenen? Nee, ik reken hem af. Meneer, u heeft zo'n mooie jas aan. Sorry. I will pay for you. Because you have such a nice jacket. I'm in a good mood. Yeah, I pay for him. Yeah. What a hero. What a hell. Pin alsjeblieft. What a hero. What a hero he is. Oh, is het de creditcard? Ja, die doet hij niet? Nee, die hebben we niet. Ik moet nu met mijn eigen portemonnee betalen, omdat die geen creditcard pakt. Oh, sorry hoor. Ja, of je moet even pin aan de overkant. Nee, is helemaal goed zo. Dankjewel. Fijne dag. Nou, zo houden we wel budget over. Moest ik met mijn eigen pinpas betalen. Wil jij dit item niet helemaal alleen voor de rest van de video? Maar, en nu? Ja, door naar de volgende. Ja, maar ik ga niet gul doen met mijn eigen pinpas. Ik vind je hartstikke leuk, die gulle video. Zoveel boeit me die inflatie ook. Ik betaal wel hoor, voor die man. Kan ik het pinnen? Top. Ja, we'll pay for him. But don't go to a jewelry after this. This one is for you. Take care. Enjoy Christmas and a happy new year. Ja, heel graag. Top. Hartstikke bedankt, hè. Jij ook. Jij verdient een bloemetje. Oh, oké. Okay. Later. Hoi. Wil jij een bloemetje van mij? Ja? Die krijg je gewoon gratis. Die is voor jou. Dat je een hele knappe vrouw bent. En omdat je hem verdient. En omdat je waarschijnlijk ook je onzekerheden hebt. Maar dat is allemaal niet nodig. Want het is goed zo. Het is goed zo. Alsjeblieft. En ja, geef ze een beetje water. Dan kunnen ze wat langer mee. Alsjeblieft. Bestellen? Ja. Mag ik 25 bier voor iedereen die hier op het terras zit? 25 bier. Ja. Ja, top. Thanks. U krijgt nog een biertje, meneer. U krijgt nog een biertje. Ja, voor mij. Ja, dat ga ik zo meteen uitleggen. Betaal ik nog? Ja, top. Ja. Kom ik ermee? Helemaal goed. Dankjewel. Ik ga ze wel uitdelen. Even uitschenken. Hup. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Schenk maar uit, hè. En hier nog eentje. Ja, geen probleem. Proost! Even kijken, daarachter. Ja hoor. Ja, ik zal wel even. Nou, mijn vader is jarig, dus dat gaan we even vieren. Even kijken. Voor mij twee, no worries. En misschien daarachter nog een paar mensen. Het is vandaag 16 december. Mijn vader is jarig, die er helaas niet meer is. Maar hij maakte er 25 jaar lang een sport van om hier in Amsterdam bij zijn werk
vorstelijk te lunchen met bier, met zijn collega's en zijn klanten, elke dag. Dus deze is op Frankie. Op Frank! Heerlijk. Jij gaat een tattoo betalen. Ik ga een tattoo betalen. Zet hem op, jongen. Hi. Wil je gaan een tattoo laten zetten? Ja. Wat kost dat? Dat ligt er aan. Oké, want ik wil hem betalen. Waarschijnlijk zou dit 100 euro zijn. Ja? Reken ik hem af. We hebben alleen maar contant. Ja. Alleen contant. Kan ik hier pinnen? Je kan hier naast pinnen. Ja? Waarom? Meen je dat echt? Ja, ik ben een groep, hè. Ben ik zo terug? Keiharde cash. Alsjeblieft. Ja. Waarom is het? Ja, ik ben er nog goed bij. Ja, maar je hebt gewoon een eigen tool eraf. Je had het niet zomaar in. Ik zag jullie hier binnen. Ik dacht, ik heb zelf ook veel tattoos. Ik dacht, ik reken me gewoon af. That's it. Nou, top. Dan graag gedaan. Heel veel plezier ervan. Is het gelukt? Het is gelukt. Ja. Tattoetje, 100 euro. Ze laten 100 euro? 100 euro? Dat is heel geil. Zo ben ik. Gozer, daar hadden we verdomme nog bier van kunnen halen. Ja. Maar ze hebben ze gezet dan, voor die 100 euro. Dat hebben ze gezet. Die bestel ik zo meteen nog wat. Nee, ze heeft tattoo laten zetten van de geboortedatum van de vader en de zusje. Geboortedatum van mijn ouders en mijn broer. Ja, ik zag staan en dacht, ja, pleur maar op. Bram, de hardwerkende burger. Die verdienen wel iets waar ze zin in hebben. En zij hebben meest last van die 5%, toch? Van die 5% inflatie waar je het over had? Ja. Dus het lijkt me ook niet meer logisch dat we hun gaan verrassen. Vind ik een hele goeie. Mag jij even kort wat vragen? Zonder ik probeer je werk te vernielen. Jij bent de werkgever, hoor ik, toch? Ja. Jij bent de werkgever. Jullie hardwerkende jongens, wat kan ik voor jullie doen? Heb je zin in iets lekkers? Kan ik iets voor je kopen? Kan ik iets doen om te helpen? Waar jullie behoefte aan? Hebben jullie zin in een goede vrijmibo, bijvoorbeeld? Een borreltje van na het werk. En wat vind je dan lekker? Is goed, dan zie ik jullie zo. Ik verzin wel wat leuks. Dit is voor hun vrij niet wel, hè? Vind ik ook. Toch? Ja. Eén jongen wilde per se cola, die droom niet, maar... Ik denk dat we eigenlijk nog een biertje mee mogen doen. We moeten wel proosten op deze mooie video, dat toch? Onze week zit er ook weer op. Precies. Kan ik je nog iets anders helpen? Nee. Je hoeft het maar te zeggen, hè? Ja, dat snap ik maar. Dit is een prima vrij bootje. Ja, top. Lekker, man. Geniet ervan. Werk ze. Een hele fijne kerst, alvast. Jo, fijne dag. Hoi, hoi. Ja, we hebben wel weer vele mensen blij mogen maken, hè, vandaag. Absoluut. Ik vond het ook een leuke dag. Leuk om te doen, ja. Het is heel leuk om te doen. Het is natuurlijk leuk om te graaien. Ja. Het is veel leuker en bijzonderder om te geven. Ja. Dus laat dat een les zijn voor iedereen die zit te kijken. Ja, in 2022, dus vanaf volgende week, gaan we heel veel meer nieuwe dingen geven. Zorg dat je klaar zit op dit kanaal. Er zitten ontzettend veel leuke dingen aan te komen. En dan zien we in het nieuwe jaar. Tot later. Later. Oeboot.